Welkom allemaal op deze Meet & Grill van 2021. En dankjewel Casper voor de live intro muziek. Voor degene die vorig jaar de Meet & Grill meegekregen hebben. Hij had het beloofd, omdat hij zei dat hij muziek speelde. Dus bij deze die belofte ook ingelost. We hadden graag de Meet & Grill live gedaan op het Openluchtmuseum. Maar helaas, de regels zijn daarvoor nog niet goed genoeg. Hopelijk kunnen we dat snel wel weer doen, dat we met z'n allen bij elkaar komen. Maar met deze livestream, net als vorig jaar. Hopen we toch jullie wat inzicht te geven over Picker, over hoe we achter de schermen werken. En ook al je vragen te beantwoorden en het team te ontmoeten. Dus daarvoor hebben we vandaag ongeveer een uurtje een programma voor jullie. Mijn naam is Casper Bakker, ik ben medeoprichter van Picker. En ik doe vaak deze presentaties, dus ook de Meet & Grill elk jaar. Wat we vandaag gaan doen. Eerst kijk ik samen met jullie terug op de afgelopen 12 maanden. En daarin dit keer ook wat meer een kijkje achter de schermen. Zo laten we je onder andere ons nieuwe kantoor zien, hoe dat helemaal geworden is. En daarna hebben we een half uur waarbij we met een gedeelte van het team, samen met Anna, Bram, Casper en ook ik, ga ik je vragen beantwoorden. Dus heb je een vraag, stel hem op picker.com/meetgrill. Er zijn al heel wat vragen ingestuurd. We proberen ze zoveel mogelijk te beantwoorden zometeen tijdens ontmoet het team. Mochten er vragen zijn die wat specifiek op jouw situatie van toepassing zijn en die we niet meer in de stream kunnen beantwoorden, dan proberen we in ieder geval, als je naam bij ons bekend is, contact met je op te nemen, dat we hem later nog aan je kunnen beantwoorden. Eerst eens een terugblik, kijkje achter de schermen. Ja, de laatste 12 maanden was een gek jaar in de e-commerce branche. Er bleven hoge volumes, net als vorig jaar, maar dit jaar ook wel veel meer onvoorspelbaarheid. Elke keer als er een persconferentie was van de overheid, dan zagen we gekke sprongen in de volumes. En dat de afgelopen 2-3 maanden wordt het wel wat rustiger, maar toch blijven we dat zien. Transportkosten zijn flink gestegen, zeker als je zelf je import regelt vanuit Azië. Maar ook de lokale transportkosten zijn de afgelopen 12 maanden bij bijna alle vervoerders wel flink gestegen. En we zouden het bijna vergeten. Maar op 1 januari was natuurlijk ook de Brexit. Voor iedereen die ook e-commerce orders verstuurt naar Engeland, toch wel een hele happening. De inkoop voor veel sectoren is ook een stuk moeilijker geworden om vanuit Azië hierheen te krijgen. Of ook als je het lokaal hebt. Lokaal inkoopt binnen Europa is het toch ook wel heel lastig om de goede voorraden naar jezelf toe te krijgen, hebben wij gemerkt. Dus dat maakt het vooral een heel gek jaar ten opzichte weer van vorig jaar. Bij ons, nou, we zagen met Black Friday eind vorig jaar een verdubbeling met het aantal orders ten opzichte van 2019. Dus dat was echt flinke volumes die we verstuurd hebben. Voor het eerst eigenlijk in de 8 jaar dat we bestaan hebben we echt problemen gezien bij de volumes die de vervoerders moesten verwerken. Dat die het niet meer altijd goed rondkregen en ook voor langere periodes. En voor ons stond dit jaar vooral in teken met een focus op support, om dat zo goed mogelijk te regelen voor jullie, met ook een verdubbeling van het supportteam. En bij het product vooral gericht op snelheid en betrouwbaarheid. De twee dingen die we het belangrijkste vinden, ook in ons product, dat je in Picker echt kunt vertrouwen. En zeker als het jaar natuurlijk zo gek is en zo onvoorspelbaar voor jullie, dat je in ieder geval kunt vertrouwen op de software die in je magazijn gebruikt. En we hebben dit jaar ook twee prijzen gewonnen voor de groei die we als Picker doormaken. Wederom een FD Gazellen Award. En dit jaar ook een plek in de Deloitte Fast 50 op plek 31. Dus daar zijn we zeker trots op dat we dat de afgelopen 12 maanden ook binnen hebben gesleept. Dan het team. We vinden het altijd een van de leukste onderdelen van de Meet & Grill dat jullie als onze klanten en partners ons hele team kunnen ontmoeten en iedereen wat beter kunnen leren kennen. En daarvoor hebben we dit jaar een video opgenomen met bijna iedereen van het team daarin om ze wat beter aan je voor te stellen. Die ga ik nu voor je afspelen. Hoi, ik ben Stefan, medeoprichter van Picker. Mijn vrije tijd besteed ik met mijn gezin of met vrienden. Ik ben autoliefhebber en een paar keer per jaar vind je mij met een 4x4 in terreinen in Duitsland, België of Frankrijk.
Hoi, mijn naam is Wahid. Ik ben Kai. Ik ben Mark. Ik werk op de marketingafdeling sinds augustus dit jaar. Ik ben verantwoordelijk voor het schrijven van content en voor het organiseren van evenementen. Ik werkte als online marketeer. En ik hou me voornamelijk bezig met het maken van video's. In mijn vrije tijd ga ik graag naar festivals, concerten. Ik verzamel ook LP's. Ik ben echt een muziekliefhebber. Hoi, hey, ik ben Jefta. Ik werk daar een half jaar al bij Picker als onderdeel van het sales team. Ik ben Kim, ik doe sales en ik help dus bedrijven bij het maken van een keuze voor Picker. Ik ben Bram en ik werk al zo'n 5,5 jaar bij Picker als onderdeel van het sales team. In 2015 was ik na mijn studie rechten helemaal klaar met rechten en vanuit daar besloten om wat anders te gaan doen. In 2016 bij Picker terechtgekomen in een team van op dat moment 4 personen. Waar we hier inmiddels zitten met een zelfstandig support, development, sales en marketing team. Met ieder hun eigen taken. Daarbinnen voldoende mogelijkheden om te blijven verbeteren. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee en houdt ook het werk voor mij erg interessant. Ik vind het heerlijk om tijd te besteden met mijn gezin. En om alle ontwikkelingen in de wereld over te lezen. En motorrijden, snowboarden, dat soort dingen. Hi, ik ben Bob. Ik ben Ismee. Ik ben Berdien. Ik ben Casper van Support Training. Het leuke aan Support bij Picker vind ik dat we niet alleen vragen beantwoorden, maar ook echt meedenken over hoe je een situatie in je magazijn zou kunnen aanpakken. Ik woon in Nijmegen samen met mijn vriendin en onze 3 dochters. In mijn vrije tijd rijd ik graag motor, met mijn auto op het circuit en maak ik spraypaintings. Ik heb mijn handen verder vol aan mijn zoontje van 8 maanden en ik probeer elke week toch wel even snel een biertje te drinken met wat vrienden. Hallo, Rob hier. Ik werk sinds februari dit jaar bij Picker als lead developer. Samen met mijn team voeg ik nieuwe functionaliteit toe aan plegen onderhoud aan de websites, apps en andere softwarecomponenten van Picker. Hi, ik ben Anna en ik werk inmiddels al 2 jaar bij Picker als developer. Ik ben Erik en ik werk als user experience designer bij Picker. Met mijn werk probeer ik van Picker een superfijn product te maken en dat doe ik nu al bijna 1,5 jaar. Ik ben Ramon, ik werk nu 2 jaar bij Picker en ik hou me met name bezig met onze API en webapp. Naast Picker ben ik veel met muziek bezig, speel ik nog wel eens de game of ga ik een stukje mountainbiken. Ik doe hier zo mee programmeren aan de software en ik doe ook veel werk aan de mobiele app. In mijn vrije tijd vind ik het heel erg leuk om te sporten en een gezellige tijd te hebben met vrienden en vriendinnen. Dan de support. We hebben dit jaar, de afgelopen 12 maanden zeg maar, een verdubbeling gezien van het aantal tickets. Dat hoort natuurlijk bij de groei van het volume en de groei van het aantal klanten wat we hebben. En toch hebben we het voor elkaar gekregen om de gemiddelde snelheid op reacties, zeg maar, hoe snel je een reactie krijgt, om die 13 minuten sneller te maken dan vorig jaar. We hebben ook gezorgd voor 70 nieuwe helppagina's op ons helpcentrum, waarbij we heel veel verschillende onderwerpen aan je uitleggen. Zodat je meer dingen zelf kunt doen en voor meer dingen precies de details weten waarom Picker op een bepaalde manier werkt. Ook is Wahid nieuw bij ons. Wahid die maakt fulltime video's voor Picker. En die heeft dit jaar al 18 nieuwe video's specifiek voor support op de helppagina's uitgebreid. Dus dat is ook super gaaf. En we hebben dit jaar ook een nieuwe zoekfunctie toegevoegd aan de website. Omdat we dus veel meer helpartikelen hebben, werd het zoeken een stuk lastiger. Dus dat hebben we toegevoegd om dat in ieder geval een stuk makkelijker te maken. Dat je sneller de goede content kan vinden. Nou, zoals ik zei, de extra video's, net als dat je deze bekijkt op YouTube, hebben we dus veel extra video's toegevoegd dit jaar voor uitleg. En we hebben dit jaar 5 gidsen toegevoegd, wat uitgebreide artikelen waarin we de kennis die wij hebben en die wij ook meekrijgen van jullie weer, dat we die verzamelen en uitgebreid uitschrijven, hoe je bijvoorbeeld first time right kan gebruiken om als metric in je magazijn, of hoe je je magazijn het beste kan inrichten. Daarvan hopen we dus steeds meer te maken ook op de site. En het afgelopen jaar hebben we ook in samenwerking met Thuiswinkels e-academy hebben we een e-academy geschreven specifiek voor warehousing. Je kunt hem dit jaar nog gratis volgen als je gewoon een account aanmaakt op e-academy.org. Daarna is het alleen voor leden van Thuiswinkel. Maar ben je geen lid van Thuiswinkel, dan kun je in ieder geval dit jaar kun je hem nog helemaal volgen. Gewoon zo online. Dus het is ongeveer een uurtje en ook een test aan het eind waarbij je je magazijnkennis kan testen. Dus dat zou ik je zeker aanraden om die te volgen. Dan ons product, Picker. Het product wat we natuurlijk voor jullie maken. We hebben dit jaar 450 updates
doorgevoerd. Dus 450 nieuwe releases gedaan, dus ongeveer 2 per dag. En van onze mobiele app, die in je magazijn gebruikt, hebben we 13 nieuwe versies released in dit jaar. En ik wil graag een beetje de highlights van de grootste nieuwe functionaliteiten met jullie doornemen. Naast die highlights hebben we natuurlijk ook dit jaar veel gewerkt aan de snelheid en de betrouwbaarheid van het platform. Zeker met die harde groei is dat nodig om te zorgen dat je gewoon Picker snel en goed kan blijven gebruiken. Vorig jaar op de Meet & Grill voorraad per locatie gelanceerd. Voor ons voelt het alweer heel lang geleden, maar dat is pas een jaar geleden dat we dat hebben toegevoegd aan Picker. Er zijn veel meer magazijnflows die we nu ondersteunen, die je nu kunt gebruiken met Picker, doordat we voorraad per locatie gebruiken, zoals bulklocaties, aanvuladvies en sneller producten voor backorders op een tijdelijke locatie leggen en die ook heel snel weer gebruiken. Dus die lancering hebben we er lang over gedaan om het in totaal te lanceren in delen. Dus ongeveer in december zijn nog de laatste klanten overgegaan vorig jaar naar de Meet & Grill. En zoals je hier ook ziet op het scherm is dit nog de layout zoals het vorig jaar was. Want in januari zijn we met de nieuwe look van Picker gekomen. Het nieuwste look sinds ongeveer 5 jaar. Dat we hebben gezegd, het is heel belangrijk om even te kijken wat we als we op een leeg vel beginnen weer kunnen doen met hoe Picker werkt en hoe het eruit ziet. Dus dit is nu de look van Picker waar we vertrouwd mee zijn. Opmerkingen hebben we toegevoegd, tenminste hebben we een stuk verder uitgebreid. Je kunt nu op veel meer onderdelen opmerkingen toevoegen. En je kunt ook elkaar mentionen en zien wat alle opmerkingen zijn, waardoor je eigenlijk veel beter opmerkingen kunt gebruiken voor alle communicatie onderling tussen je team. Dat je daar alleen maar nog Picker voor nodig hebt, zodra het over bestellingen, picklijsten of producten gaat. En over opmerkingen hebben we ook een video gemaakt waarin we je laten zien hoe we eigenlijk zo'n feature ontwikkelen. En wat voor keuzes we daarin maken en hoe dat proces een beetje gaat. Dus die video ga ik je nu laten zien. Hoi, ik ben Erik. Ik werk als User Experience Designer bij Picker. En als User Experience Designer houd ik me bezig met het optimaliseren van de gebruikerservaring. En dat doen we door klantbehoeftes te vertalen naar gebruiksvriendelijke oplossingen. En daarbij vinden we het belangrijk dat onze software zo intuïtief werkt dat je eigenlijk geen handleiding nodig hebt. Het leek ons leuk om in deze video eventjes kort te laten zien hoe we bij Picker continu bezig zijn met het verbeteren van het product. Een van de dingen waar we afgelopen periode aan hebben gewerkt is het opmerksysteem van Picker. We kregen veel feedback van klanten dat de communicatie tussen Picker-gebruikers onderling nog niet optimaal verloopt. Opmerkingen werden vaak over het hoofd gezien, zijn niet zichtbaar op plekken waar dat wel relevant is en ook niet op alle plekken kunnen opmerkingen toegevoegd worden. Om de problemen waar onze gebruikers tegenaan liepen goed te begrijpen, hebben we heel veel feedback gelezen, e-mailverkeer tussen onze support en onze klanten teruggelezen en een enquête afgenomen. Al die informatie hebben we geanalyseerd, zodat we het probleem echt goed konden begrijpen. Vervolgens begint het ontwerpproces. We beginnen met het maken van grove schetsen om snelle ideeën al te kunnen visualiseren. Daarna maken we wat gedetailleerder ontwerp om vervolgens een interactief prototype te kunnen maken. Een interactief prototype kan handig zijn om de functionaliteit al te testen zonder dat je het helemaal hoeft te ontwikkelen. Als het prototype helemaal naar wens is, dan beginnen we met de echte ontwikkeling. Als een eerste versie met wat basisfunctionaliteiten klaar is, dan vragen we een handvol gebruikers om deze voor ons te testen. Deze gebruikers kunnen ons dan voorzien van feedback en daarmee kunnen we de functionaliteit weer verbeteren. Als we er overtuigd van zijn dat de nieuwe functionaliteiten de problemen goed hebben opgelost, dan rollen we dit uit naar alle gebruikers van Picker. Het eindresultaat is dat gebruikers van Picker nu beter met elkaar kunnen communiceren en dus beter met elkaar kunnen samenwerken. We merken dat de Picker-gebruikers erg betrokken zijn bij het product. Dat vinden we heel erg fijn, want met alle input en feedback kunnen wij het product elke keer weer een stukje beter maken. Zo, dat was
een kort inkijkje in hoe wij een nieuwe feature ontwikkelen, zoals de vernieuwde opmerkingen. Dan gaan we door naar het volgende highlight van de features, de Linea Pro scanners. We ondersteunen natuurlijk altijd al de Honeywell scanners sinds 2014, 2015 en nu ook de Linea Pro scanners, zodat je meer merken hebt voor als de ene wat minder goed beschikbaar is, dat je dan in ieder geval kan switchen naar een ander merk kan gebruiken. En met de Linea Pro scanners, die kunnen we ook leveren vanuit onze eigen shop, pickershop.com. Dus dan weet je in ieder geval zeker dat je die altijd snel kan krijgen als je er graag eentje wil gebruiken. Dan de verbeterde beveiliging. We hebben daar dit jaar een release voor gedaan in de zomer. Onder andere two-factor authentication voor al je gebruikers, zoals je dat wil gebruiken. Een IP, soort van firewall, IP-toegangslijst vanaf welke locaties je alleen maar wilt dat gebruikers kunnen inloggen. Dus zo kun je zorgen dat al je orderpickers alleen maar kunnen inloggen vanaf echt het magazijn en dat ze niet bijvoorbeeld vanuit huis kunnen inloggen. En ook een audit log, waarbij je eigenlijk kunt zien wat van een aantal belangrijke functionaliteiten, belangrijke wijzigingen in Picker, welke gebruiker dat wanneer gedaan heeft. Zodat je daar wat meer grip op hebt en dat je ook zeker weet dat alles veilig en goed gebeurt binnen jouw organisatie. De ABC-analyse, die hebben we dit jaar toegevoegd, waarbij we dus automatisch uitrekenen wat de producten zijn die je het meest pikt. De A-producten, welke je regelmatig pikt, de B-producten en welke producten je niet zo vaak pikt, de C-producten. Omdat je dat kan helpen bij de inrichting van je magazijn. Hoe beter de A-producten beschikbaar zijn, dus dat je die op A-locaties ook neerlegt, hoe beter het pikken gaat en hoe minder ver je hoeft te lopen uiteindelijk. Dus dat hebben we ook toegevoegd. Dat zie je dus zoals hier gelijk bij het ontvangst inboeken, zodat je gelijk een A-product op een goede locatie kunt leggen en een B op een redelijke locatie. En de rest mag je kiezen welke locatie je dat neerlegt. Dan de mobiele app, zoals gezegd 13 updates de afgelopen 12 maanden, waarbij in ieder geval ook we een vorig jaar natuurlijk een nieuwe release hebben gedaan voor de voorraad per locatie. En de grootste update van dit jaar is wel dat we dat op mobiel nog een stuk verder verfijnd hebben op basis van jullie feedback van de eerste maanden. Integraties, dit jaar 3 nieuwe integraties toegevoegd. Returnless, het retourportaal. Retouren die je daarin boekt worden gelijk in Picker alvast getoond. Of tenminste, retouren die de klant inboekt in Returnless, die worden gelijk al beschikbaar voor jouw magazijnmedewerkers in Picker. Craft Commerce, nieuwe integratie die gemaakt is door internetbureau White, waarmee je je webshop, als je die op Craft hebt gebouwd, makkelijk kunt integreren met Picker. En verzenden via Bol. Een integratie waar je dus verzendlabels kunt maken via Bol. Daar hebben we volledige integratie mee, waarbij je ook same-day delivery of pakketpunten kunt gebruiken via Bol. En dat je makkelijker aan de leverbelofte kunt houden van Bol. We hebben voor elke integratie nu al een betere pagina op onze website om beter uit te leggen hoe de integratie werkt en welke integratie je kunt gebruiken. En met een paar weken krijgen we ook een nieuw overzicht op de website om je alle integraties te tonen. Niet alleen de integraties die wij zelf gemaakt hebben, zoals van Magento of PostNL, maar ook integraties zoals van Returnless of van Craft die door derden gemaakt zijn. Zodat je één goed overzicht hebt van alle integraties die je kunt gebruiken in het Picker. Zodat je beter het hele ecosysteem in je magazijn qua tools op elkaar kunt aansluiten voor de beste flow van data. Dus dat kun je binnenkort verwachten op onze website. Dan het kantoor. Dit is een dronefoto van ons kantoor. Hier zitten we nu 2,5 jaar. Maar begin dit jaar hebben we het kantoor flink verbouwd om ruimte te bieden aan ons groeiende team. En ook daarvan hebben we een video gemaakt om je een kijkje te geven hier binnen en wat er allemaal veranderd is. En hopelijk kunnen we je eind dit jaar, begin volgend jaar kunnen we ook weer bezoek aan op kantoor en dan kunnen jullie het binnen bekijken. Ik laat je graag de video zien.
Zo, welkom in ons kantoor na de verbouwing. We hebben er een paar maanden over gedaan om het nieuwe gedeelte helemaal te verbouwen en helemaal klaar te maken met alle meubels, zodat we het kunnen gebruiken. We gebruiken het inmiddels. En ik laat je graag zien hoe het geworden is. Dit is nog het eerste gedeelte van het kantoor wat we al hadden. We hebben de helft van de oppervlakte erbij gekregen achterin. En dat laat ik je graag zien. Ga je mee? Dit is het eerste gedeelte wat we nieuw hebben, wat veranderd is. Dit is de lounge. Dit was vroeger de keuken. Maar de keuken werd eigenlijk te klein voor de grootte van ons team. Dus we hebben het omgetoverd tot lounge. Hier kunnen we vergaderen, brainstormen of gewoon rustig een hele dag werken in je eentje of met een paar collega's. Het wordt nu al heel veel gebruikt in deze eerste weken, dus dit is echt al een hele fijne plek om te werken. Laten we de privékantoren gaan bekijken. Hier hebben we dus een gedeelte waar we de nieuwe private offices hebben. 4 kantoren waar je in je eentje rustig kan werken. Deze kantoren zijn allemaal voor 1 persoon. Het nieuwe gedeelte, de 2 die we al hadden, die zijn ook voor 2 personen. Dus kun je bijvoorbeeld pair programmen met elkaar of samen een tekst uitschrijven. Deze worden heel veel gebruikt en is echt lekker om rustig zelf te kunnen werken. Terwijl je toch elkaar ontmoet op de ontmoetingsruimtes en in de keuken. En dat is wel het grootste nieuwe gave ding van het nieuwe kantoor. Dus kom mee, laat ik je de keuken zien. Zo, welkom in de keuken, het hart van het nieuwe gedeelte. We vinden het heel belangrijk dat we een plek hebben waar we lekker kunnen ontspannen, naast dat we de werkplek hebben waar je rustig je beste werk kan doen. En dat is super goed gelukt. Lekker een grotere keuken waar we met z'n allen tegelijkertijd kunnen lunchen. En we hebben ook een uitgebreide keuken waar we alles klaar kunnen maken met een goede kookplaat en oven en alles wat je nodig hebt om lekker een lunch te bereiden. We deden voor corona ook al meetups op kantoor. In de vorige keuken konden we ongeveer 20, 25 mensen ontvangen. En hier kunnen we dat 2 keer zo groot maken. Dus daar hebben we ook zin in om zo meteen, als het allemaal weer kan, jullie hier te ontvangen om inspirerende sessies te doen. Ja, en echt een beetje de hart van het clubhuis van ons team zo'n beetje. Dus super gaaf hoe dit geworden is. Achter het keukenblok gaat de keuken nog verder. Daar hebben we een grote tafel staan waar we met meer mensen aan één tafel kunnen lunchen. En ook een tribune waar nog wat meer mensen kunnen zitten. Bijvoorbeeld als we een meeting willen hebben met het hele team. Daarvoor ook een tv aan de muur om een presentatie te geven. En zo hebben we veel verschillende zitjes ook in de keuken. Dat je op je eigen manier kunt lunchen zoals jij het op die dag prettig vindt. En wat ook een tof plekje is geworden in het nieuwe kantoor, is onze YouTube-studio. Die zie je hier. We maken meer en meer video's om dingen uit te leggen over hoe Picker werkt of hoe je je magazijn kan verbeteren. En we vonden het wel gaaf om daarvoor een aparte ruimte te maken. Dus dat is dit geworden, de YouTube-studio, waar we meer en meer video's voor jullie kunnen maken. Zo, dat was een rondje door ons kantoor, hoe het er nu uitziet. Leuk dat ik je kon laten zien hoe we hier werken. We hopen heel snel weer meetups te kunnen organiseren hier. En daar ben je natuurlijk bij van harte welkom. En anders kom je gewoon een keer voor een kopje koffie. Tot snel! Zo, dat was de tour door ons kantoor. Hopelijk heb je zo een beetje inkijkje gekregen van waar we staan. Ik sta hier nu dus in de keuken. En het panel zit al klaar achter mij. Het panel van ons team. Dus daar gaan we nu naartoe over. Ontmoet het team met mijn collega's Anna, Bram, Casper en ook ikzelf. Ik zie je aan de andere kant van de tafel. Zo, daar zitten we dan. Zal ik even een rondje voorstellen eigenlijk. Dit is Bram dus van Sales. Jullie hebben hem al in de teamvideo gezien natuurlijk. Mijn naamgenoot Casper. En Anna, Casper van Support en Anna van Development. Welkom, leuk dat jullie nog steeds kijken. We hebben hier onze vragen, of de vragen die jullie gesteld hebben voor ons neus. En we gaan proberen om in een half uurtje, 40 minuten, zoveel mogelijk van die vragen te beantwoorden. Hebben jullie al een goede vraag gezien om te beginnen? Nou, het zijn vooral heel veel suggesties die binnenkomen. Ja. Ja, dus eigenlijk hebben we daar wel een bijna een standaard antwoord op. En dat is dat
dat ik ze moet uitzoeken en moet uitwerken. En dan uiteindelijk, dat ga ik ook wel met de suggesties die binnen zijn gekomen ook doen, een terugkoppeling geven. En maar die noteren we en die schrijven we allemaal uit. En dan hebben we het erover. Ja, ik heb een paar opmerkingen ook gezien, een paar suggesties van dingen die ook hoog op ons eigen lijstje zitten. Zoals voorraad sturen naar Bol bijvoorbeeld, daar hebben we meerdere dingen van gezien. Dat is zeker bij ons bekend. Maar misschien ook wel nieuwe dingen. Ik zie hier bijvoorbeeld, als we de vraag in beeld kunnen tonen, van Mara en Raus, als ik het goed zeg. Naast opmerkingen per order komt er in de toekomst ook een chatfunctie voor onderlinge communicatie tussen medewerkers of inpakstations. Het is nog niet iets wat ik eerder gehoord heb, maar misschien hebben we er al een suggestie van. Zou kunnen dat die al binnengekomen is. Dat soort suggesties zijn super welkom van hoe zou je dat gebruiken en wat voor vragen of wat voor manier zou je dat gebruiken en wat mis je daarin nu nog? We hebben al in de video net een beetje uitgelegd, Erik, hoe wij die opmerkingen ontwikkeld hebben en hoe erg we daar feedback van klanten ook in meenemen terwijl we dat ontwikkelen. We proberen het ook altijd zo klein mogelijk te houden als we iets nieuws ontwikkelen, zoals die uitgebreide opmerking, om te kijken wat voor feedback jullie daarna nog hebben van wat er nog mist. Dus stuur dat ook vooral door. Ja, dat is wel grappig. Toen opmerkingen beschikbaar kwam voor iedereen, dan gaan mensen ermee aan de slag en dan krijg je ook, dit is wel vet, dit werkt supergoed. Ja, eigenlijk zouden we ook nog dit erbij willen hebben. Of zo'n chatfunctie is dan dit is de eerste keer dat ik het zie. Maar ja, zo zijn er best wel veel opmerkingen gekomen over opmerkingen. Als je dit doet, dan kan je er superveel meer mee. Dat is wel vet altijd, om te zien dat er mensen gaan meedenken. En dan komen hele waardevolle dingen uit voort. Bijvoorbeeld de agendafunctie. Hè? Mensen gaan echt brainstormen van, we zien dat het verandert, dat er meer mogelijk is. Hoe past dat in ons proces? Dus ja, het zijn altijd hele leuke gesprekken met klanten te hebben. En die werk ik dus graag uit. Ja, dus stuur ze ook vooral door. Eens even kijken. Ik zie een vraag van Mark Brunsman. Wordt het mogelijk om bij regels ook met if-else statements te werken? De regels werken nu al redelijk met, dus het conditiesgedeelte is natuurlijk al van, als dit de situatie is, dan kun je dit doen. Ja. Dus we hebben het geprobeerd om het zo simpel mogelijk te maken, dat je echt maar één if-statement hebt en niet dat je 4-5 lagen diep if-statements hebt. Het nadeel is daar natuurlijk wel van dat als je maar een hele kleine wijziging hebt, dan moet je daar twee losse regels voor maken. Maar zo hebben we geprobeerd om het makkelijk te maken voor mensen die geen programmeerkennis eigenlijk hebben. Maar Mark, mocht er iets specifieks zijn wat je nu niet kan doen door dat je denkt dat het op een andere manier zou kunnen of iets simpelers of dat je een bepaalde situatie hebt, laat het ons vooral weten. Dan kunnen we meedenken met je hoe het zou kunnen in de huidige regels, of dat er misschien een suggestie is voor iets nieuws. Van Aart-Jan, heb ik hem goed aangeklikt. Ja, een knopje dupliceer inkoopbestelling zou handig zijn bij geplaatste inkoopbestelling. Die hebben volgens mij ook al meerdere keren gezien in de lijst. Ja. Dus dat, we nemen het mee. Volgens mij staat het al wel hoog op de lijst, maar we zorgen dat, mocht je naam er nog niet bij staan, dat je naam er sowieso bij komt te staan. Is het mogelijk om een bestelling live in te laden in plaats van pas elke 15 minuten? Dat kan bij sommige webshop-platformen kan dat met een plugin. Moeten we even uitzoeken voor jouw webshop, Fabio. Dus daarvoor zou je echt even met ons in contact kunnen komen. Volgens mij is Bol de enige die nu nog niet real-time is en ook niet kan, geloof ik, hè? Magento 2 sowieso. We hebben Shopper 5. Volgens mij Shopper 6 is ook nog niet real-time. Okay, Shopper 6 niet en Bol niet. En verder zijn alle platformen zoals Lightspeed en Shopify, die ondersteunen allemaal goed webhooks. Dus die komen altijd al direct binnen. En voor software die je zelf kan instellen, zoals WooCommerce, Magento en Shopware 5. Daarvoor hebben we dus plugins om te zorgen dat ze sneller gepusht worden. Dus inderdaad, Fabio, laat weten, mocht je Bol hebben of Shopware 6, dan kunnen we je daar op dit moment nog niet bij helpen. Maar mocht je een van die andere platformen hebben, laat het ons even weten, dan kijken we even met je mee. Ja, help je even op weg met de plugin? Ja. Ik zie een opmerking van José Borst. Kan de opmerking bij een order wellicht weer naar boven geplaatst worden? Hij staat nu helemaal onderin bij een order.
Anna, heb jij daar... Nou, het is in principe dat bovenaan staat al een kleine indicatie met hoeveel opmerkingen er bij die bestelling staan. En als je daarop drukt, dan word je eigenlijk automatisch naar beneden van de pagina toegeleid. Dus het is niet meer dat het zoveel clutter is aan de bovenkant van een bestelling. Dus er zit nog wel een indicatie bovenaan. Ja, en niet alleen het aantal, maar inmiddels ook de laatste opmerking. Dus José heeft deze vraag al 3 weken geleden ingestuurd. Ik weet niet of we toen hadden we het volgens mij al wel. Volgens mij net toen. Oh, ja. Misschien had je het nog niet helemaal gezien en hebben we het inmiddels wel. Dus dat is een opmerking die we vaak gehad hebben in het begin. We wilden het in ieder geval onderaan zetten, omdat het dan bij alles hetzelfde werkt. Omdat we nu natuurlijk ook opmerkingen hebben bij klanten en producten en dat soort andere onderwerpen. En die kunnen best wel lang bestaan, dus kun je best wel lange opmerkingen hebben. Maar zeker bij picklijsten en bestellingen is het wel... Ja, we hebben die feedback veel gehad van ik wil gewoon zien wat de laatste opmerking was. Dus die staat in ieder geval weer terug bovenaan. Even kijken, ik zie een vraag van Rutger Keizer via YouTube ingestuurd. Ja, ik zal nog even de link noemen ook waar je vragen kunt insturen. Je mag natuurlijk via de YouTube comments plaatsen. Maar je kunt ook op picker.com/meetgrill vragen stellen. Dus wil je graag dat we je vraag hier beantwoorden, laat het vooral weten via een van die twee kanalen. Deze vraag dus van Rutger via YouTube. Bij verzenden via Bol pakt Picker automatisch een pakket, terwijl Bol de optie brievenbuspakket plus pakket aanbiedt. Kan dit gesplitst worden? Casper, kun jij daar antwoord op geven? Ja, dus dat is een beetje afhankelijk van de instelling en het profiel ook. Wij pakken altijd het pakket waarmee we de leverbelofte naar je klant waar kunnen maken. Of het type label waarmee je die leverbelofte waar kan maken. We krijgen soms meerdere labels van bol.com terug, dat klopt. En daar kiezen we het beste label voor in die situatie. Met die leverbelofte die in die order aan de klant is gecommuniceerd. Maar het is ook afhankelijk van de profielinstellingen. Dus ja, dat, als het structureel niet goed gaat, dan kunnen we dat even onderzoeken. Maar in de regel pakken wij eigenlijk gewoon het beste label voor die verzending. Ja, dus ja, dat... we hebben het laatst ook wel een paar keer uit zitten zoeken. En tot nu toe klopt het altijd wel de keuze die Picker maakt op basis van het voorkeur wat je in je profiel hebt. En welke opties in dat geval Bol zegt op welke manier je zou mogen versturen. Of in ieder geval dat je ook echt je leverbelofte haalt, zodat je niet je strikes krijgt. Ja. Maar niet altijd alle labels zijn aanwezig. Dat verandert ook per dag. Dus op het moment dat je een brievenbuspakketje met track and trace wil en die wordt niet door Bol aangebonden aangeboden voor die order. Dan kunnen wij dat niet doen. En dan pakken we het pakketlabel. Dus we pakken altijd het label wat er boven staat in de hiërarchie. Ja, nou. voor sommige orders bij Bol krijgen we maar 1 of 2 opties van hoe we een label kunnen aanmaken. Welke specifiek voor die leverbelofte te halen en ook specifiek voor dat adres. Soms is het een huis in het dorp waar minder bezorgopties zijn bijvoorbeeld. Maar soms krijgen we wel 9 of 12 verschillende verzendopties. Dus op basis van de instelling van je profiel en de leverbeloftes kiezen wij dan zo goed mogelijk een situatie om te zorgen dat je niet 12 opties krijgt. Maar we kijken graag mee als het in jouw situatie, dat je denkt dat het niet helemaal klopt. Ik heb hier zo wel een suggestie van Bob. Die vraagt, kunnen jullie een filter ontwikkelen dat we bij het kopje inkoop ook kunnen filteren op verwachte leverdatum? Dat is in principe, is dat al mogelijk omdat je kan filteren op volgende leverdatum na en voor. Dus dan in principe heb je die filter eigenlijk al. Ja, slim. Dus die zit bij inkoop en dan gewoon als je op filters klikt, kun je dat al filteren. Misschien heb je nog niet gevonden. Nou, dan bij deze. Misschien denk jij het op een andere plek dan wij denken. Zoals hoe ik de vraag lees, lijkt het alsof hij zou willen weten op 1 specifieke dag wanneer dan iets zou komen. Maar dat kan in combinatie met beide filters dan. Ja, goeie. Sandra die zegt, leuk om jullie live te zien. Een leuke oplossing, zo'n uurtje. Dankjewel, Sandra. We vonden het vorig jaar ook leuk om te doen. Het liefst zaten we natuurlijk met z'n allen buiten lekker te barbecuen. Maar dat doen we hopelijk snel weer. Zo hebben we in ieder geval een paar elementen van de meet and grill zoals we die vroeger altijd hebben.
nu toch even een update over Picker van het afgelopen jaar. En hier dat je al je vragen die je hebt aan ons kan stellen. Los van dat je natuurlijk normaal ook gewoon ons supportteam al je vragen kan stellen. Ik zie nog een vraag over aankomende updates. Heb ik hem net weer weggeklikt. Haarspullen, ga je nog wat aankondigen over aankomende updates? Hebben we alle meet and greets gedaan en dit jaar niet. We hebben er dit jaar voor gekozen om in de zomer de dingen waar we aan werken, om die gewoon gelijk te lanceren. Dus dat is onder andere de verbeterde opmerkingen, de beveiligingsupdates en een aantal andere performance updates. En die dingen gewoon te lanceren zodra ze klaar waren. En daarmee niet te wachten tot de meet and greet. Andere jaren dan was dit functionaliteit die we in mei en in juni al ontwikkelden en er dan mee wachten voor de lancering in september. Daarvan hebben we nu gezegd dat we gaan gewoon lanceren als het klaar is. Dus vandaar, dit jaar hebben we die traditie gebroken om iets nieuws te lanceren met de meet and greet. Maar dat klopt helemaal. Ik snap dat je dat verwacht. Ik zie een vraag van Brian. Is het wellicht mogelijk dat via een badge verschillende piklijsten kan koppelen en dat deze vervolgens allemaal in volgorde kan gaan pikken in het magazijn? Bram, is dat iets wat jij kan beantwoorden? Wat we meestal zien is dat een badge wordt aangemaakt automatisch, zodat je zelf niet hoeft te gaan kijken wat gaan we nu lopen. Heb je de voorkeur om echt specifieke piklijsten op een badge te doen, dan is dat ook mogelijk. Er zitten aanvinkhokjes voor die piklijsten. Dan vind je rechtsonder in de optie om die ook toe te voegen aan een specifieke badge. En dan zou je die vervolgens in volgorde kunnen gaan pikken. Als ik de vraag goed begrijp. Ja, dat was het antwoord wat ik ook in mijn hoofd had. Dus volgens mij kan het op die manier. Ja. Ik heb hier een vraag van Angelo. Over het doen van een inkoopbestelling. Ja. Of het daarbij mogelijk is om je max zichtbaar te maken. Daarbij doe ik dan even de aanname dat je daarvoor niet het inkoopadvies gebruikt. De max die je invult bij de producten, die is in de eerste instantie voor Picker bedoeld om je inkoopadvies op te baseren. En op basis van dat inkoopadvies zou je dan in één keer een inkoopbestelling kunnen aanmaken. Als je dat handmatig doet, dan is er op dit moment geen optie om daarbij ook die max voorraad mee te nemen. Voor Picker is dat dan de gewenste voorraad. Ja, je zou, zit ik te denken, misschien een productveld toe kunnen voegen waarin je ook een max zet en dat je daarvan aangeeft dat die op de inkoopbestelling getoond wordt. Ik weet even niet of dit ook in het formulier van het inkoop getoond wordt, maar het zou kunnen zijn dat het dan bij elk product als eronder komt te staan. Dan zou je er daarmee in ieder geval omheen kunnen werken dat je het... Ja, dat er wel een indicatie staat. Ja, dat je daarmee... Ja. Dus zoals Bram zegt, we gebruiken die gewenste hoeveelheid in ieder geval met het automatische inkoopadvies, maar als je daarna nog met de hand iets wil tweaken en het aantal wil zien, zou dat misschien een oplossing kunnen zijn. Maar ik durf zo even niet uit mijn hoofd te zeggen of dat echt kan. Maar probeer het even uit of neem even contact op met support. Dan kijken we even met je mee of die route een oplossing is. Ik zie een vraag voor jou. Yeah. Die van Pieter? Ja. Ja, er staan snacks op tafel, maar daar gaan we zo lekker van genieten. Maar het is zo lastig vragen beantwoorden. Ja, en dan hoor je al dat gesmak ook zo. Ja, er zit er iemand in de hoek. Ik weet dat Bram zich heel erg moet inhouden, maar... Ik heb dezelfde vragen ook al 3 keer gesteld, maar het schijnt niet te horen. Dus ik leg me erbij neer. We gaan er zo meteen lekker van genieten. Maar eerst nemen we jullie vragen door. Maar dankjewel dat je zo begaan met ons bent, Pieter. Rutger Terwelen vraagt, is het juist dat de ABC-analyse alleen toegepast kan worden op inslag? Met andere woorden, niet van toepassing op de gehele voorraad? Anna, weet jij dat zo? Die zou ik niet zeker weten eigenlijk. Kasper, ik weet niet of ik 100% goed de vraag snap. Ja. We houden in ieder geval met de aantallen, dus wanneer het een A, een B of een C-product, alleen maar rekening met de producten die verstuurd worden. Dus niet hoe vaak je iets inkoopt, maar alleen maar met hoe vaak iets de deur uitgaat. Maar ik weet niet wat je bedoelt met de gehele voorraad of alleen toegevoegd op inslag.
Ik heb wel net eventjes een hulplijn ingeschakeld. Ja. En die heeft, want ik zag de vraag al staan, dus dacht ik, laat het even voor de zekerheid checken. De ABC-analyse is gebaseerd op het aantal keer dat het product gepikt is in de afgelopen 28 dagen. Dus op basis daarvan geven we dan die labels. Ja, en wat Rutger misschien bedoelt over inslag, wat wij... Wat ingekocht wordt dan? Nou ja, bij inslag is natuurlijk de inkoop die je op een locatie weglegt. Mm-hmm. Dus je kunt een ABC-formule op verschillende manieren toepassen. Het is eigenlijk altijd van A is het belangrijkste, B daarna en C de minst belangrijke. Je kunt het op verschillende manieren toepassen. Je kunt het gebruiken van wat zijn mijn A-producten, waar verdien ik mijn meeste geld mee? En die moet je in ieder geval altijd op voorraad houden. Wat wij hebben gezegd, bij ons gaat het meer over hoe je piksnelheid kunt verhogen. En die kun je in ieder geval verhogen door de producten die het vaakste pikt, op die op een handige plek te leggen. Dus daarom hebben we de ABC-formule op die manier ingezet. Dus het is niet, het kan een tool zijn om ook je te helpen bij bijvoorbeeld je inkoop, hoeveel je zou moeten inkopen. Maar wij gaan ervan uit dat het voornamelijk is gericht op je inslag. Inderdaad, op het moment dat je het binnenkrijgt, op welke plek zal ik het product neerleggen. Maar ook als je bijvoorbeeld je magazijn opnieuw gaat indelen. Of als je van de zomer naar de wintercollectie gaat of zo, als je verschillende seizoenen hebt, dat je dan kunt kijken van hey, welke producten moet ik naar voren halen in mijn magazijn. Kun je ook de ABC-formule gebruiken. Maar het is dus echt gericht voornamelijk op wat de locatie is van de producten in je magazijn. Mocht het verkeerd begrepen hebben, mail dan even naar support@picker.com. Dan kijk ik naar jou. Dan duiken we erin, ja zeker. Ik zie een vraag nog van Mark Brunsman over... Wordt het mogelijk om meerdere piklijsten van een klant samen te voegen tot één piklijst zonder het handmatig te moeten doen met batchpicking? Kasper, weet jij daar het antwoord op? Dat is een suggestie die openstaat bij ons. Dus daar zou ik Mark aan koppelen en een stem op geven. Een plus één is het eigenlijk. Het kan niet op dit moment. Nee, niet makkelijk in ieder geval. Het belangrijkste onderscheid daarin vooral is gaat het om meerdere piklijsten van dezelfde bestelling. Dat die later nog erbij gekomen is, dat je die samen zou willen voegen. Dat zou technisch moeten kunnen, dat zouden we kunnen toevoegen. Dus dan is het een suggestie. Meerdere piklijsten die zijn van verschillende bestellingen is technisch gezien heel lastig. Omdat als iemand bijvoorbeeld twee losse bestellingen doet in je webshop, ze kunnen allebei in de verzend plugin in je webshop een andere afhaallocatie hebben geselecteerd of net een ander telefoonnummer hebben ingevoerd of een andere verwachte leverdatum. Dus het is heel lastig om zeker te weten dat twee losse bestellingen, dat we dat moeten samenvoegen op één piklijst. Maar als het gaat om toch één bestelling of dat er een extra product bij moet, dat is wel iets wat hoog op ons lijstje staat. Dus daar zullen we in ieder geval je suggestie aan koppelen. Maar mocht je het bedoelen over meerdere bestellingen van één klant die echt los van elkaar staan, dat verwachten we in ieder geval niet zo heel snel, omdat dat wel meer haken en ogen heeft dan voordelen. Ik denk dat we zo aan snacks kunnen beginnen. Dat denk ik ook. Kijk nog even bij de dingen die al eerder deze week zijn. Rob Selman die vraagt om voorraad te tellen met de handscanner. Dat kan al. We hebben daarvoor een aparte mobiele app ook. Dus we hebben een app voor de reguliere, de blauwe app noemen we het. De blauwe app en de paarse. Ja, ja. De blauwe app en de paarse app. De paarse app, die kun je ook gewoon vinden als je in de iOS App Store zoekt op Picker. Daarmee kun je voorraad tellen. Daar zit nog niet 100% ondersteuning in voor voorraad per locatie. Maar die werkt gewoon wel als je producten voornamelijk op één locatie hebt liggen. Kun je die dus gebruiken om je voorraad mee te tellen. Rutger heeft toelichting gegeven. Ah, Rutger, toevoeging. Ja, toevoeging. Waar kunnen we in het voorraad artikelbestand zien of een artikel A, B of C status heeft? Waar kunnen we dit exporteren of sorteren? Anna, weet je dat? Dat zit er volgens mij bij in als er een productexport is. Ja, een productexport. Ja. Toch? Ja. En dan op basis als je dan een productexport maakt, dan kan je het sorteren op AWC. Ja, je kan hem nog handmatig eerst verversen en dan exporteren. Dan heb je de laatste versie. Mm-hmm. Dus die helemaal up-to-date. En dan zit hij gewoon in de productexport. Ja, ja, want we rekenen elke week
omdat het niet zo heel vaak verandert en best wel complex is, om uit te rekenen, rekenen we elke week uit wat je volumes zijn en wat dus een A, B of C product is. Dus het kan zijn dat als je net export doet, dat het van 6 dagen geleden is. Als het veel wijzigt, kun je dus bij instellingen, kun je zelf zeggen, ververs het nu even. Picker rekent even nu voor me uit, dus dan een goede tip inderdaad. Dan heb je de meest verse lijst in ieder geval als je de export gaat doen. We hebben nog een laatste om het af te sluiten. Kijk, misschien nog een vraag van R. Witteveen vanaf YouTube. Niet elke klant maakt een eigen account aan. Daardoor staan veel klanten dubbel in het systeem. Kunnen klanten gemerged worden? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde issue als met de picklijst van order. Het moet wel 100% kloppen, alle klantdata. Dus als een klant uit meerdere webshop systemen komt, dan als je 2 klanten zou mergen, weten wij, kunnen we ook die merge vanuit het bronsysteem ook niet goed. Blijven mergen. Dus vandaar dat als je vanuit verschillende platformen krijgt, of dat het de klant ook in je webshop elke keer een nieuwe klant aanmaakt, of dat het elke keer verschillende gastbestellingen zijn, dat dat ook bij ons wel elke keer gekoppeld wordt aan een nieuwe klant in Picker, waardoor je dus daar wel dubbelingen ziet. We hebben wel daarvoor ook een suggestie wat misschien een oplossing is. Wat we misschien gaan toevoegen is bij webshop koppelingen ingeven dat je daarvoor geen klant hoeft aan te maken, maar dat je eigenlijk elke bestelling als gastbestelling binnen laat komen. Dan heb je er in ieder geval geen last van dat er in Picker dubbele klanten staan. Dan wordt gewoon elke order op zichzelf bekeken. Stefan, zie ik nog een vraag. Hoe kijken jullie aan tegen robotisering in magazijnen? Ja, gebeurt steeds meer. Hoe kijken we er tegenaan? Ja, in de praktijk gebeurt het al. Dus met de API is er best wel veel mogelijk. En er zijn regelmatig klanten die contact opnemen over inpakmachines, automatische applicatie van de verzendlabels op de dozen. De dozen op maat, sorteerkasten. Dat is voor mij, dat ken ik ook niet, maar dat zijn van die hele uitgebreide kasten met 100 vakjes. En dan scan je een barcode en dan komt het juiste product uit een laadje. Dus in die zin, die vraag over robotisering, die krijgen we wel binnen. Via de API is dat eigenlijk best wel goed te doen. En die suggesties die dan binnenkomen, die zijn volgens mij voor een gedeelte ook al doorgevoerd om dat mogelijk te maken. Hè. Dus dan een partij die daar heel actief in is en in veel magazijnen werkt, die heeft tegen ons gezegd van we missen daar een klein signaaltje nog. Om bijvoorbeeld de dozen van op de juiste plek van de rolband af te krijgen. Volgens mij hebben we dat toen redelijk snel erin gemaakt. Dus ja, dat soort vragen die spelen. Maar eigenlijk is er al heel veel mogelijk. Dus, ik ben grote voorstander natuurlijk. Robotjes. Ik ook, ja. Altijd vet. Ja. Picker, kijk, een volledig gerobotiseerd magazijn met Picker, ja, dan heb je niet zo heel veel aan Picker. Dus wij zijn in ieder geval zelf gericht op magazijnen waar in ieder geval een gedeelte gewoon met de hand gebeurt. Door de gebruiksvriendelijke interface dat je dat goed kunt doen met medewerkers. En veel robotisering die helpt in dat proces. Dat is super gaaf om te zien. En vaak worden die integraties via de API gemaakt ook. Bijvoorbeeld om verzendlabels automatisch op de doos te plakken als een doos die geplakt wordt. Zodat het verzendlabel komt dan nog wel uit Picker. En die dingen gebeuren vaak via de API. En als daar iets in mist, vind ik het ook heel gaaf om dat soort dingen toe te voegen. Zodat je Picker op nog meer verschillende manieren kan inzetten. En dat je je medewerkers gebruikt op de plek waar het nog heel veel toegevoegde waarde heeft. En dat je kunt robotiseren waar je wil robotiseren. Het lastige is vaak wel dat het gedeelte wat je robotiseert is vaak op dit moment, in ieder geval nog met de huidige techniek, minder flexibel. Dus we zien, waar we nu robotisering zien, is in echt de grotere magazijnen. Dat je echt 2.000, 3.000, 4.000 bestellingen per dag inpakt van allemaal een beetje hetzelfde formaat. Dan werkt het bijvoorbeeld om een automatische inpakmachine te hebben. De vraag is een beetje wat je grootte is van het magazijn. Maar dat zullen we ook, wat we de afgelopen jaren natuurlijk zien in de robotisering, is dat het voor steeds kleinere magazijnen toegankelijk wordt. En inmiddels wordt het ook zeker gebruikt bij Picker-klanten. Oh. Tof. Dank jullie wel allemaal. We hebben iets meer dan een half uur jullie vragen beantwoord. De meeste vragen die er verder nog in staan zijn vooral suggesties.
Dus die zullen we zorgen dat we die allemaal meenemen en opschrijven. Hartstikke bedankt allemaal dat jullie meekeken met de stream vandaag. Jullie vragen instuurden. En hopelijk kunnen we snel weer een meet and grill organiseren. Waarbij we echt de barbecue aansteken en we ook jullie verhalen weer terug kunnen horen. Wat we ook heel graag doen. Dank jullie wel. En tot de volgende keer. En we gaan beginnen, Bram. Heel goed. Bedankt. Doei.